Lorenzo Stalens, welkom bij de vereniging Cirkel Brugge. Ja. U bent hier als T2 of T3, hoe ik het ook mag noemen, als assistent trainer. Wat moet uw toegevoegde waarde zijn als nieuw lid van de trainerstaf? Goh, wat moet mijn toegevoegde waarde zijn? Dus vooral ook samen met Glenn mijn ervaring delen met de spelersgroep, denk ik. Maar vooral dan ook naar de jongeren toe. Dat is ook wel de doelstelling dat ik hier kom, dat ik ook me bezighoud met de beloften. Die wedstrijden begeleid, die jongens ook wat meer maturiteit bezorg en ze klaarstomen voor de eerste ploeg. Ik denk dat dat de grootste troef zal zijn die ik kan bieden. Ja. De grootste uitdaging voor de technische staf wordt waarschijnlijk het voorbije seizoen dat zo succesvol was, proberen te evenaren, want moeilijk doen, ja. Of beter doen, dat wordt wel moeilijk, maar je moet altijd proberen zo goed mogelijk te doen en met de mensen die je hebt. Ik denk dat ze een hele grote inspanning gedaan hebben bij Cirkel om de ploeg bijeen te houden en eventueel op bepaalde plaatsen hier en daar nog te versterken. Dan is het ook logisch dat we de doelstelling dezelfde houden als vorig seizoen, even goed doen. En dat moet de betrachting zijn, hoe voetbal brengen en wat het in resultaten oplevert, dat zal de toekomst uitwijzen, maar het moet via goed voetbal zijn. Want dat was het troefpunt van het Cirkel van vorig seizoen. Ja. Hoe tevreden is de technische staf met de huidige samenstelling van de A-kern? Ja, ik denk dat we uitermate tevreden zijn en zoals ik gezegd heb dat ze de groep hebben proberen samen te houden. Want het was niet evident na zo'n seizoen om iedereen in Cirkel te houden. Dat was wel wat mogen trekken aan de een en de ander. Dat betekent ook dat Cirkel zelf voor de jongens die hier zijn ook iets te bieden heeft. Want anders zouden ze veel sneller vertrekken en zouden ze zich niet zo goed voelen hier. En we proberen hier en daar nog wat versterking bij te krijgen. We hebben die Fernandes erbij, we hebben Vidarsson erbij. Oké, Hazi is gestopt. En als er zich nog een opportuniteit voordoet, dan moeten we die ook proberen te bekrachtigen en proberen nog iets sterker uit de hoek te komen. Ja. Wat is de filosofie achter de opbouw van de komende weken? De filosofie achter de opbouw is dus dat we de eerste week wat inlopen, vooral conditioneel dan. Dan hebben we nog een vakantieweek, vooral voor de gezinnen of voor de families, gezinnen met kinderen. En dan vanaf 7 juli denk ik dat het echte werk dan begint met oefenwedstrijden en proberen klaar te stomen voor de eerste wedstrijd. Want het programma loopt natuurlijk wel loodzwaar met de eerste wedstrijd thuis tegen Anderlecht en dan verplaatsen we naar Kortrijk. Ja. Wanneer zal jij tevreden trainer zijn bij de competitiestart? Bij de competitiestart, als alles goed is verlopen, naar wens. Hier in de voorbereiding, de 5-6 weken die we gaan samen doorbrengen, als daar een echte groep wordt neergezet, een ploeg die ook de automatisme van vorig seizoen kan bewerkstelligen. En als we fit en wel en zonder veel gekwetst aan de eerste wedstrijd kunnen beginnen, zal ik tevreden mens zijn. Ja, tot slot de laatste vraag. Welk gevoel heeft u overgehouden aan die eerste training? Ja, het is eerst nog wat kennismaking natuurlijk. De meeste ken ik wel. En ik ken ook Glenn natuurlijk en ook en Ronnie en Danny. Maar de spelers moeten nog een aantal die ik goed ken. De jongeren die overkomen, zoals Jelle hierbij was, de nieuwe keeper Koppes en dan de nieuwelingen. Een beetje kennismaking en dan zeg na een week zullen we wel helemaal vlotten en zullen we wel onze zaken in het spelletje kunnen doen. Oké, bedankt en veel succes. Okay. Dus dank u wel.